Ik ben Christian Holmers, 53 jaar, vader van 4 zoons, getrouwd met Brunhilde en nu woonachtig in het prachtige warme Huizen. Triatleet sinds 2009, inmiddels 8 hele triathlons volbracht, Ironman allemaal. Dat is een sport waarin ik nog steeds op 53-jarige leeftijd kan uitleven. Ik word nog steeds beter en dat is voor mij ook een van de grote motivators. Laten zien dat leeftijd geen beperking hoeft te zijn, maar juist hele mooie dingen kunnen gebeuren op latere leeftijd. Nou, ik voel me fantastisch door triathlon, super fit. En dat is een gevoel wat ik ken van mijn vroege jeugd. Dat ben ik een aantal jaren heel erg kwijtgeraakt. Ik ben bijzonder zwaar geweest. Ik weeg nu, vanmorgen was ik net onder de 78 kilo. Maar er is een periode in mijn leven geweest dat ik 112 kilo heb gewogen. Er gaat gewoon niets voor mij boven het gevoel van fitheid. Me voelen zoals ik me voelde toen ik 20 was. Dat is nu bijna 33 jaar verder. Een van mijn grote dromen is om mensen te gaan begeleiden in een dergelijke transformatie. Ik ben nu met een idee bezig, dat heet Running with the Boss. Waarin ik mijn normale consultancy combineer met transformaties op persoonlijk vlak. Dat zijn 1-op-1 trajecten voor ondernemers en executives. Ja, waarbij ik begin met een persoonlijke fysieke transformatie. En steeds meer de business aspecten die daarmee samenhangen, daarin verweef. En een traject in feite wat 12 maanden duurt. En ik geloof juist dat die continuïteit heel erg belangrijk is. Dat zie je ook in Ironman training. Die consistency, dat is eigenlijk een van de geheimen. Dat je week in, week uit gewoon moet bezig blijven zijn met gedragsveranderingen. Je merkt dat je op dode punten aankomt. En als je dan op jezelf aangewezen bent, dan houdt het op dat moment. Maar als je iemand hebt die je daar overheen kan helpen, die weet hoe zo'n dood punt eruit ziet en weet ook van hoe kom je daar voorbij, dan wordt de kans op succes natuurlijk wel een stukje groter.